Goedemiddag, het is woensdag 22 april. Welkom bij een nieuwe editie van het actualiteitenprogramma van het NII, het Nationaal Informatie Instituut, in samenwerking met de nationale zender STVS. We zijn in de congreshal, maar dat wist u allemaal al. Ik heb vandaag weer gasten. Ik ben Ashna Poel Singh, vandaag uw presentatrice van het actualiteitenprogramma. Het draait allemaal dagelijks zowat over COVID. Om COVID-19, de pandemie, COVID-19, maar daarnaast is er nog wel een heleboel te doen in alle landen waar er maatregelen worden getroffen. Suriname is daar ook een land, dat maatregelen heeft getroffen in verband met de COVID-19 pandemie. Maar zoals ik al zei, het leven gaat aangepast verder, het moet verder, maar het is belangrijk dat u zich strikt houdt aan de voorzorgsmaatregelen die zijn getroffen, de regels die gelden in verband met COVID-19. Nogmaals, goedemorgen. Mijn eerste gast vanmorgen is meneer Eugène van der San van het kabinet van de president. Meneer van der San, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat u om met die hele COVID-19 situatie, meneer van der San, als persoon? Nou, ik volg de instructies en ik hou me daaraan. En wat dat betreft brengt het me tot rust. Dus ik heb niet zoveel problemen mee. Is het zoiets van à la ogrecha wambo? Nou, niet in dit geval, want ik zorg altijd voor mezelf. Okay. Goed voor mezelf. Maar in dit geval ben je gedwongen om extra rust te nemen. In ander geval zou je toch weggaan of uitgaan en zo. Maar nu ben je, en je hebt de ruimte om een paar andere dingen te doen die je normaal niet doet. Bijvoorbeeld een goed boek lezen. Klopt. Goede film kijken, daarmee hou ik me bezig. Ja, dat klopt, inderdaad. Er is veel meer vrije tijd over voor bijna iedereen. Niet iedereen, maar bijna iedereen. Om dingen aan te pakken of dingen te doen die je normaliter, waar je niet aan toe kwam. Meneer van der San, we leven al in april. Met een maandje te gaan staan de verkiezingen in Suriname voor de deur. De algemene organisatie, dat weten we, ligt in handen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar wat kunt u ons zeggen over het wettelijk kader, de verkiezingen worden georganiseerd? Ja, kijkt u, ik wil niet voor mijn beurt spreken. Maar in ieder geval, als men van plan is om de verkiezing nog op 25 mei te houden, dan wordt het wel tijd om duidelijkheid daarin te geven en te gaan afstemmen met de actoren hoe men op die dag de verkiezing zal laten plaatsvinden. Omdat technisch gezien, wat betreft dat wettelijk kader, daar kan je niet komen. Maar wat betreft de organisatie zal men toch een aantal andere maatregelen moeten treffen. Omdat de verkiezing niet gaat kunnen worden gehouden op de normale wijze zoals dat plaatsvindt bij verkiezingen. Gelet op de situatie, de omstandigheden waarin we nu verkeren met betrekking tot COVID onder andere. Dus de omstandigheden gaan bepalen, sowieso gaan de omstandigheden de verkiezing beïnvloeden. Niet technisch, wettelijk, maar gewoon de uitvoering, de stem, het stemgedrag, niet stemgedrag, maar de manier van stemgebeuren, ja. Dat gaat het sowieso beïnvloeden. En op grond daarvan zal men toch wel een andersoortige organisatie moeten hebben voor die dag. U bent zowat dichter bij het vuur, bij het kabinet van de president. Wat is het gevoel dat u heeft, of wat is de informatie die u tot nu toe heeft over wat er zal gaan gebeuren uiteindelijk op 25 mei? Nou, wat ik weet, worden geen voorbereiding getroffen om de verkiezing niet door te laten gaan. Okay. Het tegenovergestelde zie ik ook niet. Maar er worden geen voorbereiding getroffen om de verkiezing niet door te laten gaan. Okay. Normaal is Binnenlandse Zaken als de administratieve organisatie bezig. Mm-hmm. En dat doen ze normaal. Dat merk ik. Dus de procedure, de processen lopen normaal op basis van de wet. We hebben recentelijk kandidaatstelling. Volgende stap is verzamellijst houden en beroep
en daarna die verzamellijst, om te komen tot uitvoering, de verdere uitvoering. En een belangrijk aspect daarbij is dus de stembiljetten die nog gedrukt moeten worden. Dus als je dat allemaal in acht neemt, dan is het wel kort dag, moet ik zeggen, dat men nu moet gaan vaststellen hoe we op die dag de verkiezingen gaan houden. Nu kan ik me voorstellen dat het aan de andere kant ook vroeg is, omdat de omstandigheden kunnen maken dat zelfs twee dagen voor 25 mei de verkiezingen moeten worden afgeblazen. Men moet gewoon constant rekening daarmee houden, omdat de omstandigheden gaan bepalen. En die omstandigheden vinden plaats tot de dag van de verkiezing. Dus twee dagen daarvoor is het ook mogelijk dat men die verkiezing afblaast. Omdat we zodanige situatie in verband met die COVID hebben in het land, dat je op geen enkele wijze de mensen kunt laten stemmen. Gaan stemmen, op in een rij gaan staan om te stemmen, et cetera. Begrijpt u? Dus dat is wel een dilemma, wat ik niet constateer, waardoor het bevoegd gezag niet direct hard zegt dat de verkiezing doorgaat op 25 mei. Maar er worden geen maatregelen, geen voorbereidingen nu getroffen om het niet door te laten gaan. Maar net zoals wat u zegt, het is kort dag, dus eigenlijk ook wel hoog tijd om, zal ik zeggen, de knoop door te hakken wat er verder moet gaan gebeuren op 25 mei. Of nou, is dat te vroeg? Ja, kijk, wat ik zie voor wat betreft die organisatie van een verkiezing, ik ben heel lang bezig mee geweest. Dus je zou dus alvast met de deelnemende partijen in ieder geval een scenario moeten bespreken. Een scenario waarbij je dus aangeeft hoe we dat gaan aanpakken. En een eindbeslissing dat, maar als dit gebeurt, dan gaat het niet door. Dus dat zal men wel in kaart moeten brengen, omdat je ook weer niet kan wachten tot twee weken voor 25 mei. Dat klopt. Om definitief te zeggen, oké, we gaan het doen, we hebben alles in place. Want je kan nooit alles in place hebben, omdat de mensen, het gaat over meer dan, als ik het goed heb, bijna 300.000 kiezers, ja, die in beweging gaan moeten komen. Dus je zou bij wijze van praten een paar modellen moeten uitwerken, misschien moet je de verkiezing, de uren van de verkiezing langer laten duren. Misschien moet je de verkiezing uitgooien over twee dagen. Dat is ook een mogelijkheid. Al die dingen moet je in kaart brengen, omdat als je dat doet, dan zal je een paar andere beslissingen moeten nemen. Bijvoorbeeld wijziging van de tijd van verkiezing, wijziging van de datum en dergelijke. En dat, die dingen moeten bij staatsbesluit gebeuren, dus dat is niet zo ingewikkeld. Je hoeft niet per se naar de assemblée voor een wet, maar die dingen kunnen bij staatsbesluit gebeuren. Maar je moet dat bespreken en in kaart brengen, wat je precies wil doen. Klopt. Laten we hopen dat in een van de uitzendingen van Actua, dat we de minister van Binnenlandse Zaken op bezoek krijgen om ons uit te leggen wat er precies aan de gang is nu. En wat het zal gaan worden. Meneer Van der Zaan, u heeft het gehad over de uren van op de verkiezingsdag. Er geldt nu een partial lockdown in Suriname tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Die eindigt aanstaande zondag. Nog niet duidelijk wat de president zal doen voor de komende tijd. Maar stel dat de partial lockdown wordt verlengd en ook nog rond 25 mei van kracht is. Wat dan? Oh, ik wist niet dat het aanstaande zondag eindigt. Is die lockdown. Nee, het eindigt niet. Correctie. De verlengde twee weken lopen zondag aanstaande af. Dus wat er. Ik neem aan dat de president nog tussen nu en zondag het volk gaat toespreken en vertellen wat verder na zondag. Want aanstaande zondag, als ik het goed heb berekend, zijn de verlengde twee weken dan. Maar wat ik weet. Er is een burgerlijke uitzonderingstoestand afgekondigd. En dat brengt met zich mee dat die lockdown nu juridisch gekaderd is. En het gaat dan normaal door? Dat betekent, naar mijn inzichten, dat het normaal door zal gaan. En daarin, in die wet, is bepaald dat het
voor de eerste keer voor 3 maanden zal gelden. Ja, dat staat in die wet. Maar als die toestand in die wet zo blijft, dan zal men toch voor 25 mei wel een ingreep moeten plegen als men dus de verkiezing op die dag wil houden op de gebruikelijke wijze zoals wij verkiezing al die tijd in dit land hebben gehouden. Want je kan geen burgerlijke uitzondering toestand hebben en binnen dat kader ook mensen naar de stembus laten gaan. Dat zie ik niet zitten. Je zult dus een oplossing voor dat moment moeten creëren. Oké. Om even terug te komen op de partial lockdown. Als ik het goed begrijp met de wet die is aangenomen in de Nationale Assemblée, hoeft het dan niet zo te zijn dat de president ons nog eens een keer gaat vertellen van het wordt verlengd met 2 weken. Dus moeten we gewoon aannemen dat met de aangenomen wet voor de komende 3 maanden dat aangepast is in Suriname tussen 8:00 PM en 6:00 AM geen verkeer over de weg? Ja, of de water, die wet heeft de grondslag geregeld, maar die maatregelen kunnen worden aangepast. Oké. Dus het kan dat men na zondag, zoals u hoopt, na zondag dat men zegt oké, de tijd gaan we verschuiven naar 10:00 of een andere tijd. Dat kan. Men hoeft die wet niet daarvoor aan te passen. Die wet geeft alleen die grondslag, zodat men die maatregelen kan treffen. En die maatregelen zijn verschillend. Dus waardoor men, als men toch op de verkiezingsdag, op 25 mei de verkiezing wil houden, dat men bepaalde voorzieningen kan treffen, zonder dat men die wet burgerlijke uitzondertoestand hoeft te wijzigen. Of aan te pakken of in te trekken. Dat hoeft niet. Want die maatregel die men treft is binnen dat kader. Dus men kan ook zeggen, oké, vanaf nu gaan we dus terugdraaien die lockdown. Dat kan. Oké. Mevrouw Feira van DNV heeft ook eerder hierover gesproken in ons programma. Waarbij ze ook aangaf dat de aanpassingen tussen de 6 en 8 maanden kunnen duren. Zeker voor wat betreft de grenzen, in onze grensgebieden dan. Maar dat het denk ik wel om de 2 weken steeds duidelijk zal worden hoe verder. Meneer Van der Zand, ik ga terug naar de verkiezingen. Er zijn verschillende geluiden, bijna altijd al, over fraude tijdens de verkiezingen. Wat kunt u ons daarover zeggen? Ja. Fraude kan altijd, omdat fraude betekent dat je afwijkt van die regels die je waarmee je rekening moet houden. Toch? Dus het moment dat iemand daarvan kan afwijken, dan is het mogelijk om fraude te plegen. Maar ons kiessysteem is zodanig gesloten dat je dus moeilijk de gelegenheid daartoe kan krijgen. Daar gaat het om. Je kan moeilijk de gelegenheid daartoe krijgen. Maar het is niet onmogelijk. Maar het is wel zo dat als je het doet, het ook gemakkelijk is om je te pakken. Begrijpt u? Dus fraude op zich kan altijd, maar het systeem van ons laat het moeilijk toe. Waarom zeg ik dat? Omdat de stemming begint bij de stembureaus. De voorzitters van de stembureaus hebben een zeer verantwoordelijk en belangrijke taak daarin. Nu ga ik iets, een toelichting geven die niet tot mij het behoort. Ik mag het erover praten, maar dit is dus, het ministerie van Binnenlandse Zaken is belast met de organisatie van de verkiezing. Dus wat dit deel betreft ligt het in handen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar om aan te geven het kader waarbinnen de verkiezing plaatsvindt, zodat het duidelijk wordt dat het niet zo eenvoudig is om daar binnen te knoeien. Daarom zeg ik dit. De stemming begint bij de stembureaus. Ieder kiezer krijgt een stembiljet. Wanneer je een stembiljet hebt ontvangen, los van de toeschouwers en waarnemers, het gaat nu om het stembureau. Dat stembureau, je krijgt je stembureau, je krijgt je stembiljet. Die procedure is bekend, maar als laatste, voordat je gaat stemmen,
moet de voorzitter zijn paraaf zetten op zo'n stembiljet. In feite, dan is het formeel een stembiljet. Want je zou kunnen zeggen, je hebt een stembiljet dat gedrukt is bij de drukker. En je hebt het in je zak. En je zou ermee in zo'n stembureau gaan. En je vult het in. En je dropt het in die bus. Toch? Dan is dat een manier van een frauduleuze handeling. Maar uiteindelijk bij de telling gaat zo'n stembiljet niet mee mogen worden genomen, omdat die paraaf van de voorzitter niet erop zit. Dus vandaar dat het belangrijkste is om te letten bij de telling van de stembiljetten, maar ook wanneer de stemmer, de betrokken die gaat stemmen, in zo'n stembureau, stemhokje gaat. Ja. Als laatste plaatst de voorzitter zijn handtekening en dan wordt het stembiljet aangereikt aan de betrokkenen. Na zo'n stemming, zeg maar 400 stemmers gaan op zo'n kiesbureau, op zo'n stembureau, dan begint het nu bij de telling. Bij de telling wordt zo'n stembiljet opengemaakt, getoond aan de aanwezigen. Ja? Daar moet je ook letten als het een stembiljet is met een paraaf van de voorzitter uiteraard, want dan is het een stembiljet. Een rechtmatige stembiljet, laat me het zo zeggen. En dan wordt het getoond aan de aanwezigen. Er wordt gekruist, gevinkt, aantal. En zo werkt dat verder, zodat achteraf bij het vaststellen van het procesverbaal kan worden vastgesteld op welke partijen, hoeveel mensen hebben gestemd en wat en hoeveel ongeldige stemmen er waren en al die dingen. Al die dingen moet je erop letten, omdat dat terug moet gevonden worden in dat procesverbaal dat zal worden opgemaakt. Want uiteindelijk is dat procesverbaal dat belangrijkste van die organisatie van de verkiezing ja. Verder. Want het moment dat het procesverbaal van het stembureau weggaat en gaat naar het hoofdstembureau, waar alle stembureaus uitslagen komen van dat kiesdistrict, binnen dat kiesdistrict, dan is daar de centrale plaats waarbij men gaat moeten vaststellen de totaliteit van stemmen en op welke partijen die stemmen zijn uitgebracht. En na het hoofdstembureau gaat dat procesverbaal weer verder en dan gaat het naar het centraal hoofdstembureau en daar wordt de uitslag uiteindelijk vastgesteld. En na dit alles kan het onderweg zijn dat er zaken niet correct zijn gegaan, mensen hebben bezwaren gemaakt en dergelijke, dan is het de taak van het onafhankelijk kiesbureau om bij de waarnemingen al deze zaken mee te nemen om een oordeel te vellen over hoe de stemming heeft plaatsgevonden. Niet de verkiezing, hoe de stemming heeft plaatsgevonden. Om een oordeel aan te geven als dat rechtmatig op een correcte wijze is geschied. Ja. Het laatste woord over de verkiezingen is nog niet gezegd. En we hopen de komende tijd daar meer over te kunnen praten. Voor vandaag moet ik u bedanken, meneer Van der Zaan. Hartelijk dank dat u er was vanmorgen. We zijn gebonden aan tijd dus. En we hebben meer gasten. Nogmaals bedankt en ik wens u een fijne, maar vooral een veilige dag verder. Ja, dank u wel en tot ziens. Dank u. Dat was meneer Eugène Van der Zaan van het kabinet van de president. Dat was de eerste gast voor vandaag in het actualiteitenprogramma van het NII en de STVS. Zoals ik al eerder zei, we hebben meer gasten voor vandaag. Ik ben straks bij u terug, daar met de volgende gast.